Dag lieve mensen, welkom bij deze nieuwe vlog. Ik wil jullie graag vandaag meenemen naar een ander mooi plekje in Blijdorp. Steve! Ja, wat is er, Melle? Ja, ik wil even wat vertellen aan je. Ja, maar ik ben even aan het vloggen. Ja, maar dit wil je echt weten. Ik heb een leuk nieuwtje voor je. Je hebt een nieuwtje? Ja, zeker. Zullen we even gaan? Ik loop even bij, hou wel een beetje afstand van je. Zeker, dit is Mara. Wie is dit? Mara, ja. Dat is het jongen in 2017 geboren is. Ja. En dat is Naima. Waar zo? Oh, dat hij erachter staat. Ja. Naima is weer drachtig. Wat zeg je? Naima is weer drachtig. Is ze weer drachtig? Ja, waanzinnig, hè? Ze is nu de tweede keer dan? De tweede keer dat ze drachtig is. En hoe weet je dat? Heb je de dekking gezien dan? Ik heb de dekking gezien. Hey Steve, ik heb uitgerekend hoe je moet bevallen. Ja? En dan zouden we ongeveer uitkomen op 4 november. Dit soort is super bedreigd. Er zijn ongeveer 5500 dieren op deze aardbol nog. Dus het is gigantisch belangrijk dat wij blijven fokken met deze dieren. En die aantallen moeten natuurlijk gaan toenemen. Maar het voorlopig is het nog vrij kritiek in Afrika. Er wordt nog heel veel gestookt. Hey, maar het is best wel belangrijk dat we dus die dieren fokken, maar doen we als Blijdorp nog meer om deze dieren te beschermen? Jazeker, Blijdorp die steunt Save the Rhino en die steunen we dan weer met dat geld de Dog Squad. Dat wil zeggen dat de rangers opgeleide honden krijgen en die worden zelf ook getraind om met die honden deze neushoorns te beschermen.